hoor de dieren jammeren in de bossen en steden van Diamantio. Diamantio is een heel rijk land, maar de mensen zorgen slecht voor de wilde dieren. Het is een gruwelijk strenge winter en alle dieren zijn op zoek naar voedsel. Er is zo weinig voedsel in de natuur, want de Diamantionaren hebben duizenden bomen en planten gekapt. De Diamantionaren zijn de mensen die in Diamantio wonen. Ook zijn de rivieren, meren en zee vervuild door olie en plastic. Het is allemaal de schuld van die domme mensen die alleen maar aan hun eigen belangen denken. Een van de hongerlijdende dieren is Piepfloronka de koekoek. Elke dag vliegt hij door de straten van de grote stad. Hij rilt van de kou, het waait hard. De wind is ijskoud. Piepfloronka vliegt naar een winkeltje en springt naar binnen. Hij ziet zoveel lekkernijen op tafel. Hij hoopt dat hij deze keer niet weggejaagd wordt door de winkelmedewerkers. Die moeten helemaal niets hebben van bedelende vogels. Piepfloronka is zo wanhopig, want hij heeft geen cent om iets te kopen. Koekoek, zegt de koekoek, ik ben een beetje koekoek, geef me een beetje doekoek, dan koop ik verse kroepoek. Ho, ho. In het land van eindeloze pracht en praal, niets is gratis, alles kost geld. Hoe moet een arm vogeltje aan zijn eten komen? Koekoek, zegt de koekoek, ik ben een beetje koekoek, geef me een beetje doekoek, dan koop ik verse kroepoek. Ho, ho. In mijn hart geloof ik in jouw liefdadigheid. Je zult me redden, want jij bent anders. 50 cent voor een arm vogeltje om zijn eten te kopen. Koekoek, zegt de koekoek, ik ben een beetje koekoek, geef me een beetje doekoek, dan koop ik verse kroepoek. Vandaag heeft Piepfloronka geluk, want een van de klanten geeft hem een munt van 50 cent. Piepfloronka stopt de munt in zijn bek en vliegt naar de kassa toe. Hij wil graag kroepoek kopen. Alle andere lekkernijen zijn veel te duur en eigenlijk ook veel te zoet en ongezond. Er is een nieuwe winkelmedewerkster. Het is een buitenlands meisje. Ze heeft medelijden met het vogeltje, want ze weet hoe het is om honger te lijden. Ze is zelf een vluchteling, want ze komt uit een ander land waar oorlog is. Daarom jaagt ze Piepfloronka niet weg. Ze neemt de munt aan en geeft hem het bordje met kroepoek. Piepfloronka begint dan heel snel te eten, totdat zijn buikje weer helemaal gevuld is. Nu voelt hij zich weer een stuk beter. Na zijn maaltijd moet Piepfloronka weer naar zijn werk. Tja, ook de wilde dieren worden verplicht om te werken in Diamantio. Piepfloronka baalt als een stekker, want hij heeft
echt helemaal geen zin vandaag. Hij is zo ontzettend moe. En wat een rotbaan is het toch. Piep Floronka moet sigaretten en sigaren uitdelen aan mensen op straat, in cafés en zelfs in ziekenhuizen. Mensen mogen overal roken, zelfs in ziekenhuizen. Dat kan toch niet? En weet je wat Piep Floronka ook moet doen? Hij moet ook alle peuken weer ophalen. Bah, wat stinkt dat toch? Waarom heb ik toch zo'n vies baantje? Jammert Piep Floronka met de dikke tranen in zijn ogen. Je komt in een ziekenhuis en al die arme stankertjes, hun longen zijn zwart. Geen roken voor mij, al die tabak die in je longen komt. Je bent er slecht aan toe. Geen roken voor mij, al die tabak die in je longen komt. Je bent er slecht aan toe. Je komt in een cafeetje en de lucht daar is helemaal blauw. Geen roken voor mij, al die tabak die in je longen komt. Je bent er slecht aan toe. Geen roken voor mij, al die tabak die in je longen komt. Je bent er slecht aan toe. 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 Geen roken voor mij, al die tabak die in je longen komt. Je bent er slecht aan toe. Geen roken voor mij, al die tabak die in je longen komt. Je bent er slecht aan toe. Geen roken voor mij. Piep Floronka maakt zich grote zorgen om zijn gezondheid. Hij voelt zich al een paar dagen grieperig. Door zijn werk wordt hij dagelijks gedwongen om de rook van verslaafde mensen in te ademen. Piep Floronka is zo bang dat hij plotseling een enge ziekte krijgt. Het kan zo toch niet verder. Piep Floronka verzamelt al zijn moed om een wens te doen. Hij heeft nog nooit eerder een hartenwens gedaan. Deze wens doet hij vanuit het diepst van zijn ziel. Ik wens dat een engel mij komt bevrijden uit deze gevangenis. Ik wil niet meer in Diamantio wonen. Er moet toch ergens een land zijn waar het leven beter is voor wilde dieren. Een land waar dieren vrij kunnen zijn en dat er voldoende voedsel is en schoon water. Of is dat een utopie? Vraagt Piep Floronka zich hardop af. Plotseling komt er een luide stem uit de bewolkte hemel. De stem uit de hemel zegt: nee, dat is geen utopie. Dat mooie paradijselijke land bestaat echt. Piep Floronka schrikt van de stem en kijkt naar de hemel. Er verschijnt een enorm groot licht dat door de zware bewolking heen breekt. Drie figuren zweven tussen de wolken en stralen in het licht. Piep Floronka roept: oh, het zijn engelen! Ze hebben helemaal geen zichtbare vleugels, maar toch kunnen ze vliegen. Wat bijzonder! De stem uit de hemel zegt: wij hebben denkbeeldige vleugels.
De drie mannelijke engelen komen steeds dichterbij en uiteindelijk landen ze op de grond. Ze staan vlakbij Piep Floronka. Hij kan zijn ogen niet geloven. Wat zijn deze mannen mooi, gracieus en androgyn. En wat dragen ze toch prachtige gewaden. Wie gelooft in engeltjes? Overal vliegen engeltjes. Echt waar, echt waar, echt waar. Ook al vind je dat maar raar. Ik zie een engel daar. Wie gelooft in engeltjes? Overal zingende engeltjes. Ik zie wat jij niet ziet. Ik hoor wat jij niet hoort. Heb je dat dan niet door? Nooit meer vergeet ik dit engelbeeld. Of heb ik het me dan allemaal verbeeld? Zeg me, was het maar een droom? Begrijp nou toch. Deze droom geeft me hoop. Wie gelooft in engeltjes? Overal dansen engeltjes. Echt waar, echt waar, echt waar. Ook al vind je dat maar raar. Ik zie een engel daar. Wie gelooft in engeltjes? Overal stralende engeltjes. Echt waar, echt waar, echt waar. Ook al vind je dat maar raar. Ik zie een engel daar. Hallo, Piep Floronka, zeggen de drie engelen. Piep Floronka groet de engelen en zegt dat hij heel blij is dat hij engelen ontmoet heeft. Dit zal hij nooit meer vergeten. Mag ik vragen hoe jullie heten? De engel met het grote afro-kapsel zegt: ik ben Usajaru. De roodharige engel zegt: ik ben Lidusimo. De engel met het lange zwarte haar zegt: ik ben Hiksukwakwa. Oh, wauw, wat hebben jullie mooie namen, zegt Piep Floronka. Waar komen jullie vandaan? De engelen leggen uit dat ze uit een andere wereld komen, namelijk een grote planeet in een ander sterrenstelsel en het ligt heel ver weg van het melkwegstelsel. Dus mensen op de aarde zullen nooit in staat zijn om deze vreemde planeet te observeren. Zelfs niet met een ruimtetelescoop. De engelen vertellen nog meer verhalen. Op hun planeet wonen verschillende typen engelen. De engelen kunnen eruit zien als mensen, dieren, bomen, planten en bloemen. Het zijn allemaal engelen. Lidusimo zegt: het leven op onze planeet is zo fijn. Er is geen oorlog, geen geweld en geen discriminatie. Alle dieren en mensen leven in harmonie met elkaar. Vrouwen en mannen zijn gelijkwaardig. Ook de homo's, lesbiennes en hetero's leven in vrede met elkaar. Usajaru zegt: wij zijn gekomen om jou te bevrijden, Piep Floronka. Kom je mee naar onze planeet? Het is wel een hele lange reis door de kosmos, hoor. Maar
Er ligt daar een bijzondere taak op jou te wachten. Elk wezen is uniek en wij hebben jou nodig om ons te helpen. Tenminste, als je dat wil. Dan vult Hixuquaqua daarbij aan. Je zult een goed leven krijgen in onze wereld. Er is genoeg voedsel voor alle dieren en mensen. Je kunt kiezen uit zoveel soorten fruit, groenten en noten en iedereen is een veganist. Je zult genieten van de mooiste tuinen met prachtige bomen, planten en bloemen die je nog nooit eerder gezien hebt. Piep Floronca voelt zijn hart steeds sneller kloppen en zegt dat hij heel graag meegaat naar deze hemelse planeet. Het lijkt hem zo leuk om rond te vliegen in die paradijselijke tuinen. Er is een plek die niemand kent, sluit je ogen en droom dat je in een paradijs bent. Alle bloemen bloeien op, zo groeien tot de hemel, zo verschrikkelijk vlot. Hier voel ik me helemaal top, want in een bloementuin voel ik me thuis. Ja, in een bloementuin voel ik me thuis. De mooiste tuin die bestaat, vergelegen van alle wereldse kwaad. Mijn bloemen wil ik nooit meer kwijt, anders krijg ik later zoveel spijt. Hier blijf ik wonen voor altijd. Want in een bloementuin voel ik me thuis. Ja, in een bloementuin voel ik me thuis. In een bloementuin voel ik me thuis. Ik wil niet met je zoenen, ik zorg liever voor mijn bloemen. Ik wil niet met je zoenen, ik zorg liever voor mijn bloemen. Want in een bloementuin voel ik me thuis. Ja, in een bloementuin voel ik me thuis. Er staat Piep Floronca een grote verrassing te wachten. De drie engelen brengen hem in contact met zijn ouders. Zo ontdekt Piep Floronca dat zijn ouders helemaal niet dood zijn. Ze leven nog en hebben al die jaren gewacht op de komst van hun dierbare zoon. Ze geven elkaar een brassa. In dit paradijs bestaat er geen dood. Je wordt ouder, maar je blijft jong en sterk, als een rijpe bloem in de bloeikracht van zijn leven. Het leven is onverwoestbaar. De ziel van een bloem is onsterfelijk. Wie durft te dromen en fantaseren, die is een schepper. Maak een vogel van papier. Materiaal genoeg is hier. Maak je eigen pop van klei. Gebruik jouw handen. Allebei knutselen, knutselen, zo leuk om iets te frutselen. Knutselen, knutselen, zo leuk om iets te frutselen. Laten wij iets moois
knutselen. Leef je uit op een schildersdoek, vergeet dat nare gedoe. Beeld het uit met jouw fantasie. Gebruik een kwast en je zult wel zien. Schilderen, schilderen, met kleuren kun je toveren. Schilderen, schilderen, met kleuren kun je toveren. Laten wij iets moois schilderen.